Hoi allemaal, mijn naam is Sophia. Leuk dat jullie weer kijken naar een video op mijn kanaal. Ik ben deze week in Marokko geweest en ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gegeten. Yum, yum, yum. En ik ga daar het vliegtuig weer in terug naar Nederland. En dan ga ik allemaal koekjes eten. En chips. Nee, veel kijkplezier. Zullen we allemaal mee zien? Nee, dit is een breaker. Wat zou je eten, Lily? Ik heb mijn oorwarmers nog op. Dit was ook gelijk Elodie haar eerste vliegreis. Hey Elodie. Ze luisterde naar haar naam voor het eerst. Ja. Hey, wat gaan we doen, Snoes? Oh, daar gaan we. Oh. Waarom stommelen we zoveel? Er hoort erbij. De zon komt van die kant. Heerlijk, heerlijk. Hallo! Ja! Yo allemaal, hallo, hallo, hallo. Och, hier zijn we net geland in Marokko en ik zei tegen mijn vader, ik zei pap, geef mij een brood met tonijn en tomatensaus. Dat eet ik al vanaf kleins af aan als ik in Marokko ben. Het is gewoon tonijn en tomatensaus uit een blikje op een brood. En Jeroen en Josephine hadden ei. En toen mandarijntjes, oh, dit zijn echt de beste mandarijntjes van de hele wereld. In Marokko, met de zon, fantastisch. Wij hadden dus, dit was zuur. Wij waren gevlogen naar Fes en vanaf daar is het nog ongeveer 5,5 uur rijden naar mijn familie. Dus hier waren we op tussenstop in Midelt. Daar ging het. Even eten en koffie drinken. Was lekker. Hier was ik nog helemaal op mijn goede gedrag. Zag je mij met mijn proteïnebreker in het vliegtuig? Nou, dit gaat straks helemaal van de rails af. Oh, een lekkere dikke bak met linzen. Hou ik van. Oh. Ja, linzen zijn sowieso lekker, maar... Jij ook eten? Ja, maar dan switch ik zo van baby. Nee, trouwens kan wel. Allemaal om zijn beurt eten. Ja. Nou, er zit heel veel ijzer in linzen. Is goed voor je organen. Yo, je zag echt kwijl. Maar goed. Ja. Hey, Jeroen had kip met friet. En hier hadden we nog kifta en friet. Ja, ik dacht, kom maar bij mama. Ja, lekker man. Her first fry. Dat je eerste frietje dan in Marokko is. Ze is echt aan het nadenken. You're gonna love it. Lekker hè? Oh, lekker! Kijk haar happen. Oh, zo schattig om terug te zien. Dit is inmiddels alweer een tijdje geleden. We waren in januari gegaan. Maar ja, dus het is leuk om weer terug te zien. Goed, wat gebeurt er hier? Oh, nou, hier zijn we bij mijn familie aangekomen. Het was al 's avonds laat. Er ging een gekookte ei eten die ik nog had. Ik was hier echt nog in mijn skinny era. En ik dacht echt, hier spaarrood. Ik dacht hier echt, oh, ik ga maar... Hier, kijk dan. Ik had een proteïnereep meegenomen. Naar Marokko. Oh, I really thought. Luister, jongens. Ik heb gisteren een halve taart gegeten met een vork. Ik ben weer van de rails af. Maar hier dacht ik echt, wauw, ik voel de vibe. Hey, ik had per ongeluk gefilmd in slow motion. Dus ik moet hier doorheen praten. Dit was de volgende ochtend. Ontbijt, een lekker omeletje... Nog een gekookt ei ernaast. Volgens mij heb ik die ook opgegeten. Oh, weer een mandarijn. Toe maar. Heerlijk. Oh ja, weet je wat het is? In Marokko smaakt alles gewoon beter. Nou. Ready, steady. Sun is shining and so are you. Probeer dit nog een keer bij Elo. Het werd niet gewaardeerd. Oh, die meid. She's a Moroccan queen. Kijk, ze is helemaal... Oh, dit was de eerste keer dat ze mijn familie ging ontmoeten. Dat mijn familie mijn dochter ging zien. Dus dat was heel leuk. Ja, ik heb dus per ongeluk zonder audio gefilmd. Maar ja, ik versta ze toch niet. Maar hier gingen we naar het huis van mijn familie. Mijn tante was er. Dat wist ik helemaal niet. En dat is mijn andere tante.
En mijn opa. Dat is mijn oma. Oh, dat was ook... Ja, ik had mijn oma ook al meer dan een jaar niet gezien. Hallo! Sophie uit de toekomst komt even onderbreken. Want je gaat op vakantie. Wat neem je mee? Juist. Parfumado. Ik ben echt heel erg blij dat ik dit jaar weer mag samenwerken met Parfumado. Want ik ben groot fan, mocht het nog niet duidelijk zijn. Parfumado is een abonnement waarbij je iedere maand voor €15,95 een parfum naar keuze thuis ontvangt. En ze hebben keuze uit meer dan 550 bekende merken en ook wat meer niche geuren. En mijn favoriete geur aller tijden, ten alle tijden, is Cloud van Ariana Grande. En die hebben ze ook. Maar het leuke aan Parfumado is natuurlijk dat je nieuwe dingen kan ontdekken. Nou, wat is nou zo fijn? Op basis van mijn favoriete geur is er een geurprofiel samengesteld. En daar heb ik dus andere geuren uit. Daarnaast hebben ze ook een parfumquiz waarbij je vragen kan beantwoorden. En dus erachter kan komen welke parfum bij jou past. Nou heb ik hier liggen bijvoorbeeld Bright Crystal van Versace. Het is echt Versace. Even kijken. Dit is Lolita Lempicka. Bright Crystal van Versace. Het ruikt heel bloemig. Oh! Ruik je dat? Zo. Vind ik heel lekker. En ik snap ook oprecht waarom deze vanuit die andere geur is voortgekomen. Ik zie de connectie. En ik vind deze travel case heel mooi. Want de parfums komen dus in een travel case. Deze stop ik dus in al mijn jaszakken. Al mijn tassen. Helemaal HDP. Ik heb ook nog Lolita Lempicka. Wow. Deze is veel kruidiger of zo. Of zeg ik nu maar wat. Nee, zie je? Ja. Je ziet het al, want je krijgt natuurlijk een kaartje erbij. En deze twee geuren zitten in dezelfde familie, maar zijn toch anders. Ik vind Parfumado in ieder geval heel erg leuk. En weet je, mensen zeggen altijd tegen mij dat ik lekker ruik. Dat is gewoon zo. Dat is echt zo. Mensen zeggen altijd tegen mij, jeetje, welke parfum heb jij op? Wat ruik jij lekker? Dus, daarnaast gewoon leuk. Iedere maand een ander parfummetje. Of je neemt iedere maand hetzelfde. Heb je een lekker handig formaatje. Nieuwe dingen ontdekken. Het is gewoon een soort self-care. Het is gewoon self-care. Mocht het je nou leuk lijken om het uit te proberen. Met mijn code OESRI50 krijg je je eerste maand voor €8. Dus 50% korting op je eerste maand Parfumado. Code komt hier in beeld. En check ook even de link in de beschrijving. En dan gaan we nu weer verder met eten. Het zal je niet verbazen. Dat is mijn vader. Die woont ook niet in Marokko. Dus die was ook op bezoek. Nou, en hier mijn oma met mijn dochter. Nou, echt stom eigenlijk dat ik geen audio heb. Maar ja, ik weet oprecht. Ze zei waarschijnlijk allemaal, ik heb geen idee. Maar het was zo cute. My little Moroccan queen. En mijn nichtje. Oh, die waren helemaal blij. Kijk, mijn nichtje is helemaal mommy. She was ready. Ja, en mijn oma. Nou, ging even thee drinken. Mijn opa was hier nog even ergens chillen op straat. Maar die, zijn reactie komt later. Zo cute. Oh, kijk haar trappelen ook. Ze is zo groot. Oh, hier ging ze huilen. Echt een theatrale drama queen. Maar over het algemeen een hele vrolijke, blije baby. Het is echt ongekend hoeveel geluk wij hebben met deze parel. En ze... Oh, die kweldraad was minder. Maar ze zingt en ze kletst. En nou ja, bij mijn familie, die wonen in de Amandelvallei. Altijd amandeltjes en thee. Die thee lus ik al 25 jaar niet. Maar ik durf geen nee meer te zeggen. Ik durf nooit nee te zeggen. En zo schattig, mijn nichtjes. En normaal eet ik ook niet eens zoveel amandelen. Maar nu zat ik in mijn fit girl era. Ik dacht, yeah, amandelen. Yolanda Hadid. Goed, toen gingen we weer lunchen. We slapen trouwens in het hotel van mijn vader. Dat is één dorpje verderop. Dus je ziet een soort van afwisseling tussen het huis van mijn familie en dit hotel. Maar we zitten de hele tijd op loopafstand. En we hadden lekker een tagine. En dat, ach ja, gewoon alles komt uit de grond. Hè? Er zit geen Albert Heijn. Die aardappelen, de wortelen, het komt allemaal daar uit de grond. Die koe hebben ze daar gewoon voor mijn ogen in stukjes gehakt. Helemaal halal, maar echt, je proeft het. Oh. Good morning. Het is dinsdag. We hebben gisteren zijn we echt per ongeluk om 8 uur 's avonds in slaap gevallen. Dik 12 uur geslapen, maar de baby moest ook zoveel slaap inhalen, want die dutjes gingen voor geen meter. En nu zijn we er weer. Een nieuw day, helemaal uitgerust. Time for breakfast. Clear blue skies. Ik moet nog even zijn satanische tato insmeren. Metal. Oh. Misschien ben ik gewoon een hele enthousiaste toerist. Ik ben genomen. Goedemorgen. Ja, tijd om te ontbijten. Kijk, hier dacht ik, ik ga
Marokko embracen. Hier begon ik een beetje, want we hadden mesemem gekregen van die Marokkaanse pannenkoeken, zal ik het maar even noemen. En eerst dacht ik nog, oh ja, skinny. En daarna dacht ik, nee, weet je, is ook mijn vakantie. Ik een bak honing eroverheen gegooid, olijfolie overheen gegooid. Dit danoontje, nou, omelet past er ook nog bij. Kom maar bij mama, stop het in me. En meer, en door. En zo werd het iedere dag erger. Echt super. Maar heel lekker. Heel lekker. Hallo. 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 Zo'n vriendje. Ik ben nog aan het filmen. Hey, tjebahan. Zou je wat? Goed. Nabas. Heel goed. Nabas. Shukran. Kijk eens. Oh, mijn hello. Hey, Sophie. Daba. Hallo. Zeyna. Hey. Hey, bedankt. بس بخير سانك زين الحمد لله هنا اوبا Oma. Hier zag ze dus voor het eerst mijn opa en oma. Toen was het weer tijd voor thee en nootjes. Je kent het. Skinny. Oh ja, hier ging het bergafwaarts. Wat ga ik eten? Ik wil ook zo'n lange. Ik ben helemaal verpest, jongen. Ja, die zitten er niet in, die lange. Nee, maar ik wil deze. Oh. Oké, zo. Wacht dit. Ja. Oké. Okay. Snel haalt die zak bij me weg. Ik loop echt uit de hand. Je wil ook ik eet nooit snoepjes. Nee. Ik heb kinderen een snoepje willen. Ik heb besloten dat ik me gewoon niet meer ga vasthouden aan mijn Nederlandse ritme. En ik mis mijn Clearway en ik mis mijn havermout. Maar ik heb vanochtend ook gewoon die Marokkaanse pannenkoek gegeten. En nu ga ik gewoon leven als... Was geen pan. Een ja. Senne. Met honing en olie. Hallo. Hallo. Yum. Wil je een olijf proeven? Ja, een pittige. Nou, hier gingen we weer lunchen. Nou, is er iets lekkerder dan een verse salade als je in een warm land bent? Oh, met het zonnetje. Oh, ik ga er zo goed voor als een salat Marokkaan. Dit was een eigen versie erop, maar gewoon tomaten en ui. En hier zit dan paprika bij. Oh, echt, ik ben aan het kwijlen. En dan hadden we weer kifta met rijst. Oh, jongens. Oh, ik word er gewoon bijna emotioneel van. De Moroccan cooking. Het staat achter je woorden. Smash. Zocht ze achter zo'n moeder. Dat was echt romantisch. Maar je hebt mij wel een hele harde gegeven. Ja, die vond beter. Dit was alweer het avondeten. Nou, begonnen met een lekker soepie. En meestal zit ik dan daarna al vol, hè. Maar je weet gewoon, na die soep komen er nog 27 rondes. Het is ongekend. En... Oh, wat een... macaroni? Hier, dit is de echte Marokkaanse keuken. Nee, ja, sorry, maar ik wou gewoon pasta. Er was pasta met tonijn, denk ik. We dachten allemaal dat het gehakt was, maar volgens mij was het tonijn. Ik zat ook de hele tijd met dat... Oh, maar kijk hoe ze eet. Gadverdamme. Mandarijn als toetje voor Josephine. Dit was het einde van de dinsdag. Morgen weer een nieuwe dag. Slaap lekker. Slaap lekker, Josephine. Good morning. Good morning, you fucking stack of sunshine. Rise and fucking grind. Hallo. Het is woensdag. We gaan zo vroeg op pad. Look at this happy girl. She's so happy to be here. So het ontbijt staat al klaar, want wij gaan op pad. We gaan naar... Gulemima. Gulemima. We gaan shoppen. We gaan shoppen. Ik wil gewoon koffie drinken. Lekker eitje. Met een toetje.
Spallig hier. Ja, wat ik net zei, wou zeggen is, ik zat ook de heet met dat zoutding in mijn hand. Ik zat gewoon pasta met zout te vreten. Goed, nieuwe dag. Een gekookt ei, een sinaasappelsapje, weer mijn semmum. Ja, kom maar, in de olijfolie. Olijfolie met zout, stop het in me. Wij gingen naar Gulemima. Sophie moest een latte hebben. Oh, en een danoontje. Hey, Rudy. Volgens die app zou ze niet op haar naam moeten reageren. Ze zit echt heel gefascineerd te kijken. Shogun. Waar komt ze vandaan? Echt smeren. Die peukenlucht. Wat die man. Wat heeft een mooie vorm vandaag voor jou? Lieve, ze hebben hier latte art. Marokko latte art. We zijn even in een dorpie. Moe. Hoe roep je een koe? Nou, in Gulemima gingen wij rijbi eten. Een soort yoghurt is het met siroop. Ja, je hebt ook gewoon die roze rijbi kant en klaar. Maar je kan dus ook dit met roze siroop. Ja, weet je, in mijn herinnering was het lekkerder. En sorry voor alle Marokkaanse mensen die denken, oh mijn god, wat doet zij? Het was lekkerder in mijn herinnering. Dat dacht ik al. Nee. Maar wel lekker. Wel lekker. Het is algemeen bekend dat ik echt de grootste verkaasde Marokkaan ben die ertussen zit. Mijn vader heeft me niks geleerd. Ik weet niet waarom ik hier zo boos kijk, maar we waren terug in Amalago, gingen we weer pasta lunchen. Ongekend. Ik heb het echt zo naar binnen gezogen. Gewoon een paar seconden maar. Lekker watertje. Deze man gaat gewoon boterham met kaas eten. Wauw. En gouda. Ja, je bent echt geïntegreerd. Met komijn. Ja, lekker komijnkaas. Met komijn. Dat is echt niet oké. Okay. Maar hij heeft een mix hè, van normale kaas en komijnkaas. Zie je? Wow. Gouda met komijn. Wauw. Kaas op kaas. Ja. Is echt lekker hoor. Ja, als jullie dachten dat ik erg was, mijn vader zit daar gewoon een boterham met kaas te lunchen. Het is echt niet oké. Okay. Nou, ik weer die snoepzak van Josefina binnengefroten. Oh, het bintje is begonnen. Woensdagavond bij de fam. Dit is dit gaan we eten straks. Hoeveel eiwitten zouden hierin zitten? Josefina is vegetarisch, dus ze is echt bang voor haar leven. En ik heb echt een trauma. Lekker, mom. Hier zijn de kinderen aan het spelen. Proost. Ik ben zo benieuwd hoeveel eiwitten hierin zitten. Maar wel veel eiwitten erin. Ik vind het zelf hier, Benina. Oh, meestal edit ik deze What I Eat in the Week zelf. Maar nu ben ik aan het herstellen van mijn borstlift. Dus heeft Jeroen het geëdit. En ik kan alleen maar denken, ten eerste, deze meid heeft een eetstoornis. De what in the disordered eating. En ten tweede, ik eet echt als een 6 uur lang koud op één stukje. Dier. Echt als een vies, vuil, goor dier. En ik ben zo blij dat het geluid er al hier. En dan, ik had al 20 van die brochettes naar binnen gewerkt. Kwam er nog een dikke bak met couscous. En dan ga je uit beleefdheid nog meer eten. Yes, girl, stretch that stomach. Maar ja, niks tegen mijn oma's couscous. Nothing beats that met haar eiwitten. Deze oh ja, hier. Nee, dit is grappig, Jeroen. Dit heb ik dan weer in slow motion gefilmd. En dat heeft hij zo erin gelaten. Voor de eiwitten. Nee, niet voor de eiwitten. Hoeveel kan je eiwitten zetten in 1 minuut? Oh. Even een zachte zwoeien. Zo lekker. Dit is een beetje hard tegen. G-morning. Dat gesmek de hele tijd. Het is in outfit. Het is donderdag. Het is donderdag. En we zijn weer ready voor breakfast. Lekkere vers gebakken semem. Gewoon met haar hand in de pan. Wauw, deze video is tot nu toe echt confronterend om in te spreken. Neem een shotje iedere keer dat ik zeg eiwitten. En dan zit ze daar in de Gymshark trui. Ja, sorry, ik moet echt naar therapie. Ging ik weer mijn semmum eten, net lekker vers gebakken. Met alboestanen, sinaasappelsap, een laagje honing. Hier, omelet, kom maar bij mama. Ik moet ook zo lachen, want Jeroen die snapt dus echt niet dat mensen dit soort video's willen zien. Ik kik daar altijd wel op, mensen die eten. Ook al denk ik nu wel echt, jeetje, wat een vies vel, goor wijf.
Echt zo onaantrekkelijk is dit. Hoe ik dat danoontje daar ben, het is ongekend. Maar ja, heel veel mensen vroegen toch weer van wanneer komt er een wat hij eet in de week. Dus bij deze. Oh, dat was een soort chips, maar was heel goor. Toen gingen we naar mijn tante. Kijk hoe mooi dit brood is. Echt heel lekker. Daar sta je dan, hè, met je die blad. Daar sta je dan. Wow, ze staat helemaal omhoog. Ja, dat zeg ik net. Daarom riep ik jou net. Wow, oh. Straks gaat ze helemaal staan in één push-ups. Ja, zij kan meer push-ups dan ik. Wow, I like that laugh. Nou, bij mijn tante weer thee met amandelen en ook walnoten. En een heel lekker brood. Wow, zij had echt een lekker brood gebakken. Ik met mijn oliebroodje. Oh, wauw, dit is net voor grapjes. Nou, ik ben aan het wachten op de lunch. Ik ben alvast begonnen. Deze zijn dus wel te eten. Die van vanmiddag waren echt flop. Deze smaakt helemaal niet naar ketchup. Dit smaakt gewoon naar chips. Deze zijn wel lekker. Hallo. Volkomen normaal tegen de camera praten in je eentje. Ja, er slapen dus soms ook toeristen in dat hotel van mijn vader. Dus die denken dan, hè, is she well? Goed. Maak hem open, Nassine. Chocolaan! Goed, dit was dus weer lunch, weer salade met tagine. Ja, echt gewoon lekker. Maar zoals je zag, zat ik al een soort van, nou ja, chips zou ik het bijna niet eens noemen. Maar die zak mouwen van, ik ben daarvan overtuigd dat die zak mouwen van Josephine het begin was van het einde. Want hiervoor had ik eigenlijk nooit meer cravings naar chips of snoep of whatever. Misschien is het omdat het ontzwangeren voorbij is, maar ik ben van de rails af. Papa, we hadden precies kunnen eten tijdens haar dutje, maar hij heeft ons uitgehongerd voor zijn leraar. Huh? Ik weet niet wat dat was. Je was toen Ali en Nasserel. Nou, Jeroen, doe eens normaal. Hebben ze erin? Dit is echt Marokkaanse paella. Ja, en wij eten dus vaak gewoon met en de familieleden en toeristen. Iedereen zit bij elkaar. Dus ja, dit was een soort met kip. Ik neem deze ook mee voor morgen. Hallo? En weer een mandarijntje als toetje. Het is vandaag vrijdag. Hallo, laat zien hoeveel je kunt. Jeroen. Ah, Jeroen. Maar Jeroen is er nog niet. Ja, ik vind het dus echt fantastisch. Ik weet dat sommigen van jullie eten pakken en dan met mij mee eten. Maar ik kan gewoon niet anders dan me indenken dat mensen gewoon vol afschuw zitten te kijken naar hoe ik hier zit te eten. Het is ongekend. Nou, dit pistas danoontje was echt 500 sterren. Dit was echt perfect. Oh, deed dit wat Dani ook couldn't. Als zij dat water te pakken krijgt, dan gaat ze los. Ja. Gaat nu ook de handen wassen? Ja, nee, dat ging niet. Zo, ik ben vast even je content aan het filmen voordat ze... We eten lekker bij mijn opa en oma. De babysitter. Deze lunch gingen we... Alleen bij, hier gingen we, ja, bij mijn opa en oma lunchen. Het was tagine met kip. Ik had ook de allermooiste uitzoeken. It's what he deserves. Ja, hij heeft geen tandje. Good point. En weer een mandarijntje. Als toetje. Miam, miam, miam. Oh, en thee. Soep. Hoe sneller we gaan eten, hoe sneller we gaan. Slapen. Het is party vandaag. Salam alaikum. Wij leefden echt als een stel opa's en oma's. Het was ongekend. Gewoon iedere dag om 9 uur lagen we op bed. Hier weer een lekkere harira trouwens, een soepie. Wat was dit? Een soort frittata? Ik weet echt niet wat er allemaal gebeurde. Oh, nee, maar alles was uit de kast getrokken. We zaten echt met... Ik zat aan tafel met neefjes die ik 10 jaar niet had gezien. Gewoon heel Marokko zat aan die tafel. Dus het was één groot feest. Alles door elkaar gegeten hier. Ik weet niet eens waar ik naar kijk, jongens. En ik zat ook al vol na die soep. Maar ik bleef gewoon... Weet je, soms moet je gewoon doorpakken. Was dit onze laatste avond of zo in Amalago? Ik weet het niet meer. Maar ik weet nog wel dat ik moe was. Ja, hier nog. Vers vlees. Goor wijf, echt ongekend.
brood eten. Ik vind het zo onaantrekkelijk. Ik krijg, nou hier, en dan, oh, ik krijg echt de ik. Kijk dan. Oh. Ze is helemaal kou. De beste nep. Houd. Wat romantisch. Houd. Ik heb Josephine's eigen. Oh, hier zaten we heel romantisch in het kaarslicht, want altijd als ik in Marokko ben, is er minstens één dag geen stroom. Dat was deze dag, dus lekker met kaarsjes aan. Ik had 2 gekookte eieren en ik ging iets vertellen, maar ik ben het vergeten. Oké, welke citroen ziet er mooi uit? Hoe pluk je dit? Hoe pluk je dit? Gewoon zo. Oh. En dan is hij nog niet klaar, denk ik. Deze? Oh, wacht, deze komt er wel. Wauw. Oké, okay, let's go. Het is echt iconic. Alles daar komt gewoon uit het agrarisch gebied of groeit aan een boom. Of, nou, het is fantastisch. Wij gingen lekker sparoot met citroen drinken en we hebben die citroen zelf geplukt. Het was echt amazing grace, sit on my face. Wat ik net wilde vertellen is, ik dacht nog echt, wauw, gisteren hè. Ik had weer midlife crisis, ga ik altijd vliegtickets op zoek. Denk, ik ga naar LA en ik ga met Vera naar Londen. En dan ga ik allemaal lijst maken van dingen waar ik wil eten. En dan ga ik gewoon eten voor een what I eat in a week. Ja, live, love, laugh. En nu kijk ik en dan denk ik, nou, godverdamme. Maar ja, ik ga het waarschijnlijk wel alsnog doen. Ik wil gewoon naar Los Angeles. Ik moet gewoon eten. Maar ik moet wel echt werken aan mijn angles. Het is echt zo onaantrekkelijk. Vinden jullie dat ik een nieuwe neus moet? Je gaat weer met de proteïne. Nou, eerlijk is eerlijk. Op dit punt deed ik het niet voor de eiwitten. Ik wilde gewoon een chocoladereep. En ik had geen... Oh ja, hier. Ja. Toen had Josephine dat echte chocola, toen ben ik geswitcht. Oh. Kom maar naar papa. Hey. Hey. Ja, en naar tante Fien. Hey. En nu weer naar papa toe. Papa. Eén, twee. En nu weer naar tante Fien. Kom je weer naar papa toe? Ga je weer naar papa toe? Ja. Wat een workout! Ja. Goedemorgen, het is zondag, onze laatste ochtend in Olago bij de familie. We gaan nu ontbijten en dan gaan we beginnen. Dan gaan we naar Ves rijden, 5,5 uur in de auto met een baby. Nee, het is lekker. Enjoy life, ik ben zo dankbaar voor de zon dat we deze reis hebben mogen maken voor life. Dankbaarheid only. Ik wou dat ik een morfine spuitje kon krijgen. Maar dat zou lekker zijn. Ja, dat zou lekker zijn. Dat je voor zo'n rit gewoon even zo'n spuit in je been. En dan helemaal zo... Slapen. En dan wakker worden als je er bent. Ja, top. Ook niet tijdreizen of zo. Gewoon een morfine spuit. Ja, niet teleporteren. Gewoon een morfine spuit. Ontbijt. Meid, ik voel dat helemaal... Hier, feestontbijt. Omdat we weggingen. Ze waren zo blij dat ze een cake hadden gebakken. Ik voel die morfine spuit helemaal. Nou, we zijn aangekomen in Ves. Ik had... Die narcose van mijn borstlip was ook echt lekker, jongen. Wauw. Oké, okay, we waren in Ves aangekomen in Riyadh. Kregen we lekker koekje. Miam, miam, miam. Ja, dat ging er toen bij mij wel in. Zo naar binnen gezogen. Besties. Ja. Helemaal moe, hè, van de Medina. Laat lekker. Ik wil nog eten. Ik heb honger. Ik ben de enige met honger. Ik ben gewoon misselijk. Ja, we weten het. We weten het. Josephine heeft het echt heel zwaar. Terwijl ik wacht op mijn eten, want niemand wil met me eten. Dit hebben we gekocht in de winkel, omdat ik ongesteld moet worden. Dat is mijn excuus. Ik heb net ook een zakje Haribo beertjes op. Dat is mijn excuus. Ik heb geen vork. Ik heb het idee dat dit lekkerder zou smaken met een vork, als je snapt wat ik bedoel. Maar ik ga er gewoon voor. Oh. Ik heb een stukje afgebroken. Het is echt niet lekker. Het smaakt niet naar chocola, het smaakt naar karton. Nee, het smaakt naar drop. Ik heb zoveel vragen. Ik ben echt die vrouw van Mathilda gewoon. Dat je zo een chocoladetaart naar binnen... Gewoon met je klauwen, hè. Goed. Nou ja, we waren natuurlijk in Marokko. En ga ik pizza eten. Ik voelde me ook echt barbaars. Ja. Maar niemand wilde met mij op pad. Ik was die dag trouwens... Ik mis hier wat beelden, denk ik. Want ik was die dag nog in mijn eentje gelopen naar het winkelcentrum. Hier met die fles Pepsi. Oh, gaat ze lekker. Pepsi Black staat er. Good morning! Woehoe, laatste ochtend! We gaan naar het ontbijt. Stop. Stop.
dat geheig. Goed, ja, er mist een deel van de beelden, maar jullie hebben niks gemist. Ik was die dag nog in mijn eentje naar, hoe heet die winkelcentrum nou? Nou ja, daar was ik in ieder geval heen geweest. Ben ik naar Carrefour geweest, een beetje shoppen. Ik heb Froyo gegeten toen. Ik ben door de Medina gaan lopen in Ves, maar Jeroen en Josephine wilden even grounden in the room. Dus toen ik terugkwam, heb ik gewoon pizza gegeten, want niemand wilde eten. Vandaar de keuze. Ik durfde niet in mijn eentje in de Medina of ergens anders. Dat ik een half uur alleen ging lopen was al fantastisch. Ik ben nog nooit in mijn leven aangesproken door zoveel mannen. Wauw. En dat met deze look. Iconic. Goed, dit was het ontbijt in Ves. We hoopten op Bagheer. Sorry voor hoe ik het uitspreek. Een soort andere gaten pannenkoekjes zat er niet bij. Maar weet je, in principe prima. Weer lekker omelet. Weer Elodie met een sinaasappeltje. She's so cute. We hebben een beetje haast. De chauffeur zal moeten naar het vliegveld zijn aan het inpakken. Maar ik ga deze video nu afsluiten. Wij gaan weer terug naar Nederland. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet duimpjes omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zie jullie de volgende keer. Doei. Sorry.